Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ben Rick. En ik ben Jesper en vandaag gaan we de Big Mac Challenge. Oké jongens, vandaag gaan we dus de Big Mac Challenge doen. En we zijn er aan de McDonald's geweest en we hebben... ja, Big Mac's gehaald. Ja, ja. We hebben al vaker eetchallenges gedaan. Ja. Maar, net zoals bij de frikandellen, hebben we toen 200 gebakken. Toen hebben we 200 frikandellen gebakken. En toen vonden jullie het allemaal zonde dat we zo'n frikandellen hadden. Ja. Dus, ja, dus nu hebben we gewoon een dubbel gemaakt met heel veel. En dan halen we gewoon weinig. Dat is wel leuk. Maar we hebben er dus 16 gehaald. Maar ik weet niet of dit te weinig is. 8 is wel heel veel. We gaan ze even allemaal uitpakken. Toh, ik heb echt duur die zin in de dag. Ja, het, joh. Toh. Het ziet er wel veel aan niet zo. Het zijn er best wel veel hoor. Maar goed, ik wil even kijken op de calorieën. 500 calorieën? We hebben dus ieder 8. Ieder 8. Ik weet niet of het genoeg is, maar zeker wel genoeg. Vaak zit je na één Big Mac al best wel vol. Ja. Maar ja, ik ben echt laat me verrassen. Holy shit. We hebben ze even allemaal opgemaakt. Ja. Oh, dit zijn er echt veel hoor. Dit zijn er echt veel. Besef dat dit daar misschien in je buik zit. Gok, hoeveel krijg je erop? Gok. Ik denk 4. Wat gok jij? Gokje, ik denk 4. Ik denk dat 4 lastig gaat. Nee, ik ga voor 8, maar ik denk 4. Oké jongens, we hebben ook cola erbij. Cola kan erbij. Want ja, bij de McDonald's is het ja, wat? Weet ik niet. Ja, gewoon een beetje om die droge smaak en de droge smaak. Want ik denk dat ze gewoon een beetje koud zijn. Ja, ik denk het ook. Kies er maar een uit. Ja, we gaan eerst. Komt ie. Hey. Wow. Omdat het al iets koud is geworden, is hij ook een beetje droger. Dus drinken moet wel, dat is noodzaak. Oké, nu ga ik ook mijn eerste hap nemen. Moet ik proeven? Oh, wat duurt die lekker. Ik heb de hele dag niks meer te eten. Nee. Shit, deze is aan elkaar van. Nee. Dit is ook echt niet handig eerst. Echt heel droog. Maar wel lekker. God. Echt mooi weer om te eten. Mm-hmm. Erbij. Jongens, ik kan niet vaak genoeg zeggen. Goed eten met het weer. Na de eerste paar happen denk ik wel, ik kan meer op. Ik ga het tactisch aanpakken. Ik weet het niet hoe, maar ik ga het tactisch aanpakken. Is niet. Er valt niks tactisch aan. Nee, we moeten gewoon door blijven eten. Dat was het challenge. De eerste op. Zo. Gaan we voelen. Wow, lekker. Nog wel. Nog wel. We hebben al vaker eetvideo's gedaan en dan op het begin is het lekker. Ja. En jullie reageren dan ook allemaal in de comments. Oh, dan krijg ik ook zoveel zin. Echt hè? Alleen, het is elke keer dat Rick meer op kan. Elke eetvideo heb jij gewoon ja, meer opgegeten. Ja. Let's change that. We gaan het zien vandaag. Nummer 1 is op. Moeten we ons natuurlijk wel even kunnen vermaken. Ja. Oh, ik heb het hier zo warm. Ook al is het hoor net zo koud. De tweede burger. Zo, kijk, het een krap vandaag. En ik weet niet, maar op een of andere manier, ik voel hem al. Ja, na eentje voel je hem gewoon al een beetje. Oh, maar dadelijk komt er niet zo aan dat we echt geen zin meer hebben. Daar heb ik geen zin in. Kaas is wel lekker. Ja. Even ademhalen, dus alsjeblieft maar eens eten. Weet je wat ik altijd zo raar vind? Dit echt in je buik zit eigenlijk. Laat even weten hoeveel jij denkt dat jij dat op zou kunnen. Ja. En dan zien we heel vaak dat er vaak ruige jongetjes zijn die denken dat ze er meer op kunnen. Die zegt, oh, ik kan echt wel 20 op. Ja, zet die. Ik moet er hier durven zijn, hier, recht op de neus. Hier, aantoffen. Na de Mac heb ik wel vaak het gevoel dat ik echt ontplof als ik een beetje veel heb gegeten. Als ik mijn hele menu op heb en iemand anders kan de rest niet op, dan heb ik het gevoel dat het ontploft. Ja. Dat gaan we krijgen. Dat is echt niet vervelend. 2 Big Macs is al 1000 calorieën. En die hoeft per dag maar 2000 calorieën in te krijgen. Dus 4 is genoeg voor de hele dag. Yo! Hoi, hoi, hoi. Ik voel hem echt. En wat gaan we met de rest doen? 1-3 is meer vroeg op het. Nummer 2 is op. Zo, ik zie hem een beetje aan het verstoren, hè? Ja, ik begin al echt vol te raken. We hadden ook gewoon 10 Big Macs kunnen halen. Dat was ook meer dan genoeg geweest, denk ik. Jij gaat mij niet vertellen dat jij 5 Big Macs op kunt. Ja, wil 8 opkunnen. Dat gaat wel heel moeilijk worden. En dan maken we er een op en dan zetten we er een in. En dan zie je die burger naar op kiek en dan denk je, oh, dat heb ik er zin in. Maar dan zit je toch zo vol, hè? Het voelt echt niet meer fijn. Nee! Ik vond het niet zo door. Het heeft ook even nodig om in te werken. Ja, ja. En dan voelen we het pas. Ik denk vandaag gewoon echt deur tot het getje. Bij de kipnuggets zat ik er wel echt tegen. Dat vind ik nou ook. Nee, die is niet meer.
Kom op, Jappie. Ga nou jagen. Dit ding jagen. Maar dit is mijn derde, man. Als ik nou zou zeggen, je krijgt 1000 euro als je er 8 op eet binnen een kwartier. Nee, dat kan niet. Binnen een half uur. Dat is ook wel allemaal zet. Dat is echt niet goed. Nou, dit is al niet goed. Dan moet je denk ik zelfs naar het ziekenhuis om laten om maagleeg te pompen. Ik moet echt moeite doen om het door. Ik heb echt geen zin dat ik de volgende open te maken. Nee. Als ik daar opsla, jongen. Oerlijk in de buurt. Ik zit daar ook oerlijk op de wc. Man. Ik heb het gevoel dat ik heel weinig op heb. Nog wel een getal dat 3 is. Ja. Oh. Ik weet ook niet of ik veel moet drinken. I open up another one and I doesn't like that. Mijn happen worden ook steeds kleiner. Net zoals over succes in de toekomst. Nummer 3. Oh, je zit er wel bij. Oh, het ziet er niet eens lekker uit. Ja, je ziet wel dat je kot niet komt. Doe hè? Ja, ik zeg er nog niet dat je stopt bent. Nee, dat zou je wel zien. Dat je zijn dik zien in zijn vrucht gezet. Deze moet ik wel uit het eind krijgen. Maar met moeite. Hoe gaat het, Rick? Ja, echt waar. De kennis. De 4. Ik ga er eigenlijk niet last van krijgen. Nou, ik denk zelfs dat we de maag leeg moeten pompen. Zie me gewoon alsjeblieft. Ik ga gewoon nog aan de nieuwe begin. Maar ik heb niet het gevoel dat ik deze pompen. Nee, daar heb ik echt geen zin in. Ik krijg ook echt een mop. Kijk, je hebt een moment dat je dit aankijkt en dat van binnen zegt nee, dat gaat niet meer. En dat heb ik nou. Ik heb het dus ook. Oh! Nee. Ja, je kunt zo overdrijven. Zal ik eens overdrijven? Oh! Absoluut. Dat is overdrijven. Dat lijkt me ook echt. Hij valt op. Ja, die kriedel ervan, hè. We zitten echt in een nachtbui. Kijk jongens, zo ziet het er voor mij uit. En dan zo. En dan hoep, hoep, hoep. Ja, en ik ben bijna op het punt dat ik mijn 4 erop heb. En dan kan ik het niet meer. Dan kan ik het gewoon niet meer. Ik ben dan verder, hè. Want ik heb 4-1-3 ja, op. Dat kan ik ook wel. Ja, doe dan. Nee, dat vind ik zonde. Dan kunnen van deze nog 1-4 op hebben. Dit is geen 1-4. Nou, dat klopt. Ik ga denk ik gewoon mijn laatste hap er op camera was. Want dit, ik moet gewoon stoppen. Zo. Oké, kom maar, mijn laatste happen. Ik jaag eerst dit ding erbinnen. Ja, vret dat ding al op, jongen. Is het niet meer veel, hoor. Oké. Oh, wat is lekker. Ik zeg dat ik nog 4,5 dingen op achter mijn kerel bleef. Oh, ik ga daar echt, ik moet daar echt plannen. Oh! Oh, oké mensen, Rick zit zo vol, die kan er niet meer zitten, die moet staan, dus die is het filmen. Ja. Ja, we zitten nu zo vol, ik weet niet waarom, maar ja, we hebben het gedaan. En ja, laat weten of jullie het leuk vonden en wat we de volgende keer kunnen eten. En seks, net zoals altijd, blauw duimpje omhoog, abonneer op ons kanaal.